Ja, dit is een super vette unboxing video. Althans, ik hoop dat hij vet wordt. Ik heb hem natuurlijk nog niet gemonteerd. Hey, hier is hij dan. De nieuwe Mac Studio. Met een M2 chip. Wauw, dit moet hem echt gaan worden. Althans, dat hoop ik. Ik heb een tijdje geleden, je hebt van die nieuwe iMacs, weet je wel. En dan kan je een blauwe of een groene of een grijze of een witte. En dan denk je zelf, wauw, dat ziet er super vet uit. Weet je, fancy kleurtjes. Wordt verteld met een nieuwe M1 chip, supersnel. Nou, heel eerlijk, supersnel is dit ding niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Als je foto of video bewerking moet doen en je hebt ook nog een keertje internet openstaan. Nou, dan kan je beter... ja, Windows is dan weer heel heftig. Maar dan kan je beter een oude model pakken. Want die i9 of de i7 Core, die oude iMacs met 27 inch. Ja, dat waren dan nog betere modellen dan die nieuwe. Maar nu... de Mac Studio. Ik heb dan de Mac Studio met een M2 Max chip erin. Je hebt ook de M2 Ultra. Die is een stukje sneller nog. Een stukje meer capaciteit. En... ja, maar serieus. Dat ding kost een vermogen. Dus daar heb ik gewoon geld voor. Dit kon ik dus net betalen. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Die verpakking is echt top. Er staan zelfs pijltjes op en zo. Ah joh. Serieus hè. Moet je kijken. Ik heb geen idee wat het nut is. Maar het is wel fancy. Waarschijnlijk kan ik hem dan zo eruit tillen. Tadaa. Maar welk bedrijf... pak zo een snoertje in. Apple dus. Ik heb hier natuurlijk nog de gebruiksaanwijzing. Althans, ik hoop dat dat de gebruiksaanwijzing is. Mac Studio. Nou, het is niet een... dit keer is het niet zo'n dikke gebruiksaanwijzing, dus dat scheelt. Dit gooien we natuurlijk gewoon weg. Dit is hem dan. De Mac Studio. Ik moet zeggen... ziet er wel vet uit. Ik zal even de verpakking eraf halen. Wap. Zo vet. Het is zonde om weg te gooien. Ik moet zeggen... ja... er zijn maar weinig Windows PC's die er zo goed uitzien. Ik vind alleen het logo lelijk, maar ik vind het logo van Apple altijd lelijk. Het ziet er wel strak uit, maar ik vind het gewoon een lelijk logo. Ik maak er gewoon een hele appel van, toch? Waar nou dat hapje eruit? Hier is de aanknop. Je kan een microfoon erin doen, HDMI, USB, power, internet en 4 USB-C poorten. Aan de voorkant 2 USB-C poorten. En een card reader, ik denk voor een SD-kaart. Maar wauw! Wat een vet apparaat. Ik mis alleen iets. Waar zit het scherm? Nou, ik denk dat er geen scherm bij zit. Nee hoor, ik weet dat er geen scherm bij zit. En Apple heeft ook een Mac Studio display. En ja, met die Apple displays, dat zijn gewoon wel hele mooie displays. Tikkeltje overpriced misschien. Misschien als ze de helft goedkoper waren, dan zou ik het misschien overwegen. Maar hoe dan ook, het blijven wel de mooiste displays. En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk in mijn beleving doordat ze een soort van glaslaag, een glimmende laag aan de voorkant hebben. En die glimmende laag die zorgt dan eigenlijk voor dat de kleuren dieper worden. Net zo voor de fotografen onder ons, als je bijvoorbeeld een matte foto hebt, wat ik overigens stiekem als je hem afdrukt toch nog steeds mooier vind. Of je hebt een glansfoto. Op een glanzende foto, die zijn vaak scherper of er komen de kleuren meer naar voren. En daarom zien die schermen van Apple er wel echt heel fancy uit. Maar ik heb me laten vertellen dat je ook gewoon twee oude Macs kan kopen. 27 inch bijvoorbeeld. Ook al zit daar een PC in, die kan je dan ook als displays gebruiken. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon een ander scherm erbij kopen. Ik heb hem al in mijn hoofd. En als ik tevreden ben over dat scherm, dan ga ik daar ook een unboxing video van maken. En dan ga ik mijn mening daarover delen. En ik ga het absoluut vergelijken ook met de kwaliteit van Apple. Want ik heb natuurlijk nog steeds die super trage iMac. Wat overigens al een fantastisch mooi scherm heeft. 5K retina volgens mij. Maar wauw, wat een mooi kastje. Hey, bedankt voor het kijken. En ik zie je graag terug bij een volgende unboxing video. En ik hoop dat te maken binnen nu en 5 jaar. Want dit is mijn eerste. En ik weet niet of dit mijn hobby gaat worden. Moet ik zeggen, als ik zulke dingen uitpak, ja, daar word ik toch aan de ene kant ook wel weer blij van. Hey, het gaat goed en succes. Have fun. Hopelijk zie ik je later. Zie je mij later, ik zie jou natuurlijk niet. Ciao.